Welkom bij een nieuw filmpje van Paulus Historicus. Vandaag ga ik het hebben over een moeilijk onderwerp wat de gemoederen hoog doet oplopen. Zwarte Piet en Sinterklaas. Ik heb lang getwijfeld over of ik dit wel zou moeten doen, of ik dit wel zou willen, of ik dit op mijn nek wil halen. Maar ik dacht, ja, fuck it, geschiedenis is geschiedenis toch? Dus ja, mensen moeten het wel accepteren als het feiten zijn. Yep, dat is mijn hoop. Sinterklaas. De grote vraag is natuurlijk, is Zwarte Piet racistisch? Persoonlijk heb ik altijd opgekeken tegen Zwarte Piet als een held. Dus ik vond Zwarte Piet nooit racistisch. Maar of dat nou struisvogelpolitiek is en het eigenlijk iets is van ik zie het probleem niet, dus het is hier niet. Of dat er iemand anders een probleem heeft gemaakt terwijl dat het niet was. Om dat te onderzoeken ben ik gedoken in de geschiedenis van Sinterklaas. Stoomrood cadeautje Sinterklaas, kapotje peper. Eerst maar eens kijken waar de mythe vandaan komt. De legende is gebaseerd op een bisschop uit Myra. Hij leefde van 280 tot ongeveer 352 in Lycië, wat op dat moment een provincie van het Romeinse Rijk is. Tegenwoordig ligt het in Turkije. Hij zou gestorven zijn op 6 december. Dit zou dan ook zijn gedenkdag worden. Al vroeg begon hij met wonderen. Zo zou hij net geboren zijn en toen al in het bad hebben kunnen staan. Verdere wonderen lijken eigenlijk meer op die van Jezus Christus. Stoomrood cadeautje Sinterklaas, kapotje peper. Tussen 1300 en 1600 vierden ze het wel een beetje anders zoals nu. Maarten Luther was het er echter niet mee eens. Zo kon het zijn dat het van een religieus feest omgetoverd werd in een volksfeest. Dankzij Maarten Luther werd Sint-Nicolaas niet meer uitbundig gevierd, nog wel in huiselijke kring. En Sint-Nicolaas werd vaak ingezet als boeman en eigenlijk als hulp bij de opvoeding. Stoomrood cadeautje Sinterklaas, kapoetje peper. Dit alles veranderde in 1852 toen Jan Schenkman een boekje uitbracht. Daarin kwam Sint-Nicolaas als goed heilige man naar voren en hij had opeens een knecht. De knecht had geen naam, maar regionaal gezien werden er wel eens namen gegeven aan de knecht zoals Jan de Knecht, Nico de Mus en Pikkie. Ik weet niet waar Zwarte Piet dan ineens vandaan kwam, maar vanaf 1895 was Zwarte Piet wel een gangbare naam. Stoomrood cadeautje Sinterklaas, kapoetje peper. In eerste instantie was er maar één Zwarte Piet. Maar na de Tweede Wereldoorlog introduceerden de Canadese militairen een hele groep met de Zwarte Pieten. En eigenlijk is dit altijd blijven hangen. In eerste instantie waren deze Zwarte Pieten bedoeld om stoute kinderen te straffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de roe of aan de zak waar ze kinderen in stopten om mee te nemen. Stoomrood cadeautje Sinterklaas, kapoetje peper. In eerste instantie was Zwarte Piet een beetje een onnozelaar, maar dit veranderde nadat de immigratiestroom op gang kwam en we Afrikaanse volken beter begonnen te begrijpen. Hij werd ook niet meer een knecht van Sinterklaas genoemd, maar meer een helper. Pas in de 20e eeuw zien we dat Zwarte Piet verandert in een echte kindervriend. Hij doet allemaal mooie trucjes, hij verliest eigenlijk de roe en de zak wordt ook niet meer gebruikt om kinderen mee te nemen, maar juist om snoepgoed mee uit te delen. Tot zover de mythe achter Sinterklaas. Maar is Zwarte Piet nou eigenlijk racistisch? Deze discussie is niet zo nieuw als we denken, want in de jaren 70 was deze discussie al op gang gekomen. Het heeft toen ook geleid tot een verandering van Zwarte Piet, zoals ik net al heb omschreven. En sommigen stellen zelfs dat als we toen wisten waar Zwarte Piet vandaan kwam, we Zwarte Piet al hadden afgeschaft. Stoomrood cadeautje Sinterklaas, kapoetje peper. Maar waar komt Zwarte Piet dan eigenlijk vandaan, behalve dan uit de fantasie van Jan Schenkman? Zo'n pakje en hoe die eruit ziet lijkt erop alsof die komt uit de huishouding van een Spaanse edelman. Deze kocht namelijk Afrikaanse slaven op. Als we kijken naar de liedjes wordt het er niet veel beter op. Want dan ben ik zwart als roet, meen het toch goed. Stoomrood cadeautje Sinterklaas, kapoetje peper. De vraag is dus, is Zwarte Piet racistisch? Persoonlijk heb ik dat nooit gevonden. Als ik naar Zwarte Piet keek, zag ik daar nooit een Surinamer of een Afrikaan in. Zoals ik al eerder zei, betekent het niet omdat ik het probleem niet zag dat het probleem er niet is. Het is misschien zoals pesten. Pas als degene voelt dat het pesten is, is het pesten. En misschien bedoelt de pester dan helemaal niet om te pesten, als je het nog begrijpt. Hier komen we dus eigenlijk op een best wel moeilijk punt. Schijnbaar voelt een klein groepje zich gediscrimineerd. Dus, Zwarte Piet maar afschaffen dan? Dit is wat Herman Vinkers erover zei. Ik vind alleen wel, goh, als er toch een groep mensen is die telkens zo gekwetst raakt bij het zien van de figuur Zwarte Piet, waarom schaffen we Zwarte Piet dan niet af? Zo moeilijk is het toch niet? En dat geldt voor nog wel meer dingen, vind ik. Ik bedoel, als er elke keer weer een groep mensen is die zo gekwetst raakt bij het zien van een cartoon van Mohammed, dan kunnen we toch ook wel andere cartoons maken. Zo moeilijk is het toch niet? En zo zijn er ook mensen die het erg kwetsend vinden dat we op zondag de zwembaden open hebben.
We kunnen toch ook op andere dagen van de week zwemmen, zo moeilijk is dat toch niet. En die korte rokjes, dames, dat is toch ook niet echt nodig? Dat vinden sommige mensen erg kwetsend. En als u van de herenliefde bent, dan kan het toch ook wel een beetje stiekem. Ik bedoel, dan hoeven we toch niet nodeloos bepaalde groepen meer te kwetsen. Wat is nu eigenlijk de conclusie van dit alles? Als ik puur naar de historische feiten kijk, dan moet ik helaas wel concluderen dat Zwarte Piet is ontstaan uit racistisch oogpunt. Denk daarbij aan het boekje van Jan Schenkman rond 1852. Dit is ook precies de periode dat het moderne imperialisme zijn hoogtij vierde. Dat betekent bijvoorbeeld dat Afrika werd opgedeeld door de West-Europese landen. In die periode kennen we ook de term the white man's burden, oftewel de blanke man dacht dat hij superieur was en hij moest en zou zijn cultuur verspreiden zodat ook andere rassen, net zoals hij, superieur konden worden. Tegenwoordig ligt het natuurlijk anders, maar Zwarte Piet heeft net zoals vrouwen en arbeiders al een behoorlijke emancipatieslag geslagen. Zo waren ze vroeger echt bedoeld om stoute kinderen af te straffen. Tegenwoordig is het een echte kinderheld, maar dit is voor sommigen nog niet genoeg. Maar laten we eens eerlijk zijn en kijken naar de feiten. In de laatste 150 jaar is Sinterklaas al een aantal keer veranderd. Zoals het eerst een boeman met een knecht, toen een kindervriend met een knecht en toen een kindervriend met een kindervriend. Zo gek is het helemaal niet als Sinterklaas blijft veranderen. Feitelijk gezien is dit natuurlijk al aan de hand. De Zwarte Piet wordt langzaam vervangen door de Roetveegpieten. Daarom snap ik sommige anti-Piet-protesten niet. Het wordt al veranderd, het wordt al geleidelijk uitgefaseerd. Waarschijnlijk gaat het toch niet snel genoeg. Aan de andere kant zit er natuurlijk ook een praktisch puntje aan Zwarte Piet. Als ik namelijk een paar roetvegen in mijn gezicht doe, herkent iedereen Paulus Historicus nog. Stoomboot, karootje, Sinterklaas, kapoetje, pepernoot. Als het dan toch moet veranderen, waarom dan geen gekke kleurtjes? Waarom dan geen roetveeg? Het interesseert die kinderen uiteindelijk toch niet van wie ze hun iPad krijgen. Wat wel erg belangrijk is, is dat we elkaar blijven respecteren. Ik vind het dan ook te belachelijk voor woorden dat er een demonstratie is en waarbij kinderen dan tot huilen worden gebracht. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat jullie wat geleerd hebben of wat wijzer zijn geworden. En nogmaals, probeer gewoon met respect met elkaar om te gaan. Dan is er denk ik van alles mogelijk. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vreugde.